voelde mij aangetrokken tot de opnames van oude revolutionairen. In mijn fantasie monteerde ik mij hun foto's in. Het communisme als doorgebladerd plaatjesboek. De revolutie als ongevaarlijke sensatie. Ik waande mij deelnemer aan de afgebeelde opstand, aan de meeslepende en voor mijzelf ongevaarlijke ommekeer. Op de plek waar de slachtoffers van de Stalinistische zuivering in de loop van de geschiedenis uit de opnames waren geretoucheerd, daar stond nu plotseling ik. Toen al naast de secretaris-generaal, denk ik. Toen al de niet meer weg te denken tweede man. Toen al de nieuwe Molotov, de nieuwe Soeslof, de nieuwe Gromyko, een steer, een fotochemicaliënbestendige. Ik nam al fantaserend gewoon het rode vaandel in de handen. De dweper, de smaakvolle communist. Ik kleedde mij in mijn roes eenvoudigweg tot held van het socialisme om, tot nieuwe mens. Er moet toch iets anders bestaan, er moet toch iets anders komen, een ommezwaai.